It's supercalifragilisticexpialidocious. En nu jij. Supercalifragilisticexpialidocious. Dat komt natuurlijk uit de film Mary Poppins. En sinds kort weten we ook wie de hoofdrol gaat vertolken in de musicalversie. En dat is Noortje. Ze deed mee met het programma Op zoek naar Mary Poppins. En vandaag gaan de repetities beginnen en wij zijn erbij. Niet alleen wij waren natuurlijk uitgenodigd, maar ook de hele Nederlandse pers. Even wat toespraken van Joop van den Endebaas, Erwin van Lambaert. Martine Bel over de vertaling. En toen was het tijd voor de entree van Noortje. En zoals het een echte Mary Poppins betaamt, deed ze dat natuurlijk vliegend aan een paraplu. Alles kan als jij het laat gebeuren. Maar je moet de hemel zelf open scheuren. Je hebt net een hele spectaculaire entree gemaakt. Had je het niet ontzettend koud? Nee, helemaal niet. Nee, nou, ik kan wel een geheimpje verklappen dat ik wat thermo ondergoed aan had. En dat heeft eigenlijk, ik denk dat Mary dat ook altijd had. Een praktische Mary Poppins. Ja. Een hele praktische Mary Poppins. En dat heeft heel goed geholpen. Gekozen door het Nederlandse publiek. Noortje! En hoe kijk je nou terug op die periode van die tv-shows? Oh, om eerlijk te zijn, heel intens, heel heftig, heel erg spannend. En ik heb echt het gevoel, er is zo'n spanning letterlijk uit mijn lijf gewoon nu. En waarin lijk je nou zelf op Mary Poppins? Oh, je staat er in ieder geval heel keurig bij, dus dat klopt al ongeveer, denk ik. Punt 1, dat wel. Het humoristische vind ik heel leuk van haar, een beetje het spitsvondige. Ze heeft een beetje ondeugende oogjes natuurlijk, Julie Andrews dan, de actrice. Die heb ik ook. Die heb je ook, vind ik. Ja, 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 ja. Nou ja, punt 2, de ondeugende ogen. Het warme, liefdevolle, wat zij graag aan die kinderen meegeeft en in die familie wil komen brengen. En dat, dat is wel iets wat ik zelf heel erg in mezelf wil oproepen. En wat ik heel belangrijk vind om aan die rol mee te geven, die warmte. Mary Poppins is een boekenreeks die in de jaren 60 verfilmd werd en daarna groots in Hollywood in première ging. Het verhaal gaat over een nanny die beschikt over bijzondere talenten. Ze leert de familie dat geluk in de gewoonste dingen zit en dat alles kan als je daar maar zelf in gelooft. We gaan even terug naar jouw 8e, want wat zong jij toen? Weet je dat nog? De 8e. Toen je 8 jaar was, wat zong jij toen? Chim chimini, chim chimini, chim chim chim. Nou, dat was uit deze musical. Zonder gekheid, dat was Chim Chimini. Ja. Ik zit nu even terug te gaan naar mijn Helene Koelen, mijn allereerste zangdocenten. En wij zongen inderdaad Chim Chimini. Daar heb je helemaal gelijk in. Nou ja, hier, zo zie je maar. Het heeft zo moeten zijn dan toch? En waarom ben jij Bert? Wat maakt jou Bert? Ik denk dat mij Bert maakt dat ik heb een bepaalde vrolijkheid en oolijkheid en openheid die Bert moet hebben. Je moet ook gaan tappen. Ja. Kan je dat een beetje? Ja, toevallig kan ik dat. Ja? Ik heb als jong jongetje getapt en ik heb natuurlijk Crazy for You gedaan. Een grote tapshow van ook van Joop van den Theater. Oh, dus je bent al zo ervaren. Nou, maar op de kop op 6 meter tappen, daar ben ik niet zo ervaren in. Want dat kan ik niet oefenen thuis, helaas. Nee, daar moet je toch echt die schoenen voor aan natuurlijk. Ja, en de pak en omhoog en op zijn kop. Dus dat is wel heel spannend. En hoe zit het met het Mary Poppins woord? Met een S. Kan je hem uitspreken? Supercalifragilisticexpialidocious. Hoe lang heb je erover gedaan dan? Niet zo heel veel hoor. Nee, niet zo heel lang. Nee. Ja, het is toch mega bekend. Dus ik... maar het heeft wel 34 letters dat woord. Ja, dat klopt. Heel goed uitgerekend. Ja, precies. Ik heb even geteld hoor. Nee, maar dat is echt geen enkel probleem. En we gaan natuurlijk ook in het Nederlands doen. Dus, en wat is het in Nederlands dan? Ja, dat hou ik nog even geheim. Supercalifragilisticexpialidocious. Fantastisch. Had je nou ooit gedacht dat jij dit kon bereiken? De nieuwe Mary Poppins worden? Van te horen. Nee. Ik had nooit verwacht dat het zo ver zou komen of zo. In alles. Ik had het wel gehoopt. Ik had wel altijd gehoopt van volgens mij heb ik Mary Poppins wel in me. Maar dat het zo ver zou komen had ik niet verwacht. Nee. Het is je gelukt. Het is me gelukt. Ja. Yay! Alles kan als jij het laat.